zijn nu even niet aan het eten, dus we moeten ervan profiteren, dames en heren. Ik kijk heel even naar de tafel aan mijn linkerkant. En ik ga jullie vragen om even recht te staan wanneer ik jullie naam zeg, zodat iedereen jullie heel duidelijk kan zien. Maar ik alsjeblieft luid applaus voor Katja Klink. Miss Sympathie, twee eredame op Mrs. Glamour. Je draagt heel mooi de lint en een kroontje. Fantastisch, je doet dat met heel veel stijl. Dankjewel om hier te zijn. En die moeilijke taak van jurylid op jou te nemen natuurlijk niet zo gemakkelijk. We hebben ook Becky Alfaro. Dat is ook een hele boterham, dames en heren. 2017 Miss Latin Beauty, en terecht ook. 2018 kandidaten bij Mrs. Worldwide voor Costa Rica. En Mrs. Worldwide Lady of Empowerment. Alsjeblieft, dat is heel veel om op een visitekaartje te schrijven. Dus, maar je draagt heel goed je kroon ook natuurlijk. Fantastisch. Dankjewel. Dankjewel, een jonge dame. We hebben nog een jonge dame. Nina Deers. Miss Wellness Beauty, dames en heren. En jonge delen, je ziet er ook fantastisch uit natuurlijk. Dat is een heel moeilijke taak. Jury, heb jij je voorbereid? Nee. Ja, voilà. Dat doe je dan voor natuurlijk. Maar dat is niet erg, dat is totaal niet erg natuurlijk. Laat je volledig gaan, het is vooral je gevoel dat alles zal moeten doen. Dankjewel Nina. En we hebben ook gekozen voor een man na de beauty is nu het beest. Daar is hij, Andreas Bogaerts. Hij kan er tegen, dames en heren, want hij is officieel Mr. Sympathy. Jij mag nooit kwaad worden, nooit ruzie maken, want je hebt altijd dat lintje om. Dat is moeilijk, niet altijd. Ja. Ja, dat is goed. Met wie waren we daar straks aan het bellen? Zijn ons zaak niet, maar we willen het gewoon weten eigenlijk. Zal ik gebeld? Ik heb gezegd, ik heb nu geen tijd. Heel goed opgelost. Perfect. Zeer eloquent deze Mr. Sympathy. Dankjewel. Dankjewel Andreas, dankjewel. We gaan over van de gewone jury, zullen we maar zeggen, naar de vakjury. Dat zijn mensen die toch misschien op de een of andere manier anders gaan kijken naar de kandidaten, of met andere ogen gaan kijken. En ik ga ook beginnen met de dames. Dat is gewoon de beleefdheid die dat vraagt natuurlijk. En ik ga vragen aan Paula Korvers om even recht te staan. Paula, ja, zij hebben die toch een applaus natuurlijk. De jonge dame die vertegenwoordigt hier We Love Mrs. uiteraard. Dankjewel, onze mediapartner voor vanavond. Ook een moeilijke taak voor jou natuurlijk. Je hebt al heel veel zien passeren in jouw leven, in jouw carrière. Heel, heel erg veel. Dus jij weet perfect naar welke details dat je allemaal moet kijken. Chapeau. Je moet het maar willen doen. Dus dankjewel. Dankjewel daarvoor dat je erbij bent. Dankjewel. We hebben nog een mooie dame. Saartje van Nieuwenberg. Als vertegenwoordigster voor Living Fashion. En natuurlijk, dankjewel ook voor de kleding die deze jonge dames dragen. Dat is allemaal met uw hand natuurlijk erbij. Dankjewel. Fantastisch dat u erbij bent. En hier hebben we twee mannen gezet in de jury. Ja, het is om het evenwicht te bepalen. Het is een beetje om politiek correct te zijn natuurlijk. Hebben we twee mannen. Het zijn niet direct de knapste, maar het zijn wel heel sympathieke knullen. En ze verdienen toch een luid applaus. En we gaan beginnen met Alphonse de Meulenaar. Je mag even rechts staan, jongeman. De man die verantwoordelijk is voor het hostessenbureau. Elegance Hostess. Dankjewel. En we hebben ook een fotograaf. U ziet er hier een heel pak rondlopen enzovoort. Maar hij is ook fotograaf. Dus hij heeft ook heel vaak zo'n apparaat vast. Ik ga ook vragen dat je even zou rechtstaan natuurlijk. Rudy Verlaagt. Een van onze drie huisfotografen. Hen wacht de bijzonder moeilijke taak om punten te geven. Dat is nu eenmaal zo. We zitten niet meer op school. Ik weet het wel. Maar toch moeten er punten gegeven worden. Jullie gaan dat streng maar rechtvaardig doen. Natuurlijk, terwijl de soep wordt opgediend, hebben ze totaal geen aandacht meer voor mij, maar jullie nog wel, want jullie nog geen soep, dus voilà. Ik blijf gewoon doorgaan, tot ik in het teken van leven krijg. Fantastisch, thumbs up, dat wil zeggen, dames.